Hout wordt ook wel het groeiende goud genoemd. Suriname weet er alles van. Illegale houtkap daar is een toenemend probleem. Vooral vanuit China en India is er veel vraag naar. En in de enorme tropische regenwouden van Suriname is er nauwelijks controle. Laatst nog werden in de haven 100 containers met illegaal hout voor de export aangetroffen. Bij die handel zouden ook officiële instanties in Suriname betrokken zijn. Suriname heeft miljoenen hectare bos. Maar er is ook volop houtkap. Bij dit bedrijf gebeurt dat op een duurzame en legale manier. Binnen de houtkap worden bomen geïnventariseerd. Daarbij worden dan de bomen worden dan voorzien van boomnummers. En wanneer het goedgekeurd is, dan kan er doorgegaan worden met het veld. Jaarlijks produceert Suriname bijna 1,5 miljoen kuub hout. China en India zijn de grote kopers. Milieuorganisaties vermoeden dat meer dan de helft illegaal gekapt wordt. Dit is een van de vele havens waar hout geëxporteerd wordt. En volgens mijn informanten is dit ook de plek waar het meeste hout dat illegaal wordt geëxporteerd en goed verscheept wordt. Boomstammen uit Suriname kun je ook gewoon online kopen, bijvoorbeeld bij Chinese webshops. De kans dat er illegaal hout tussen zit, is groot. Een recente megafonds van illegaal hout schokte Suriname. De containers waren al verzegeld door de douane. Dat wijst op betrokkenheid van verschillende instanties, zeggen critici. Vanaf de concessiehouder, de mensen die het hout gekapt hebben, die het ingeladen hebben, de personen die de controle doen hier op de haven. Al die instanties zijn in de keten vertegenwoordigd van illegaliteit. Controle is moeilijk. 100 boswachters moeten miljoenen hectare bos controleren. Je probeert met minimale manschappen die gebieden te bereiken. Dat is die gebieden waar houtkapactiviteiten plaatsvinden. Voor het overige doe je het met satellietbeelden en met drones. Inmiddels is een grondig onderzoek gestart naar de megafonds. Maar de vraag naar hout blijft. Daarmee het risico op meer illegale houtkap.